Hallo allemaal, welkom bij de nieuwe weekreading, bij de weekreading van 17 juni. Deze week staat in het teken van je ambitie serieus nemen, van focus creëren en van je daadkracht versterken. Eigenlijk je energiepotje opvullen en gaan. Daar staat deze week in het teken van. Er zijn twee energetische dagen relevant deze week. Als eerste hebben we te maken met een poordag op 18 juni, dus dat is morgen. En die nodigt je uit, de energie daarvan, die herinnert je er eigenlijk aan om jezelf te voelen op elk niveau. Dus ook emotioneel, mentaal, lichamelijk, energetisch, op zielsniveau. Dat is dus eigenlijk dat energiepotje opvullen. En dat is ook wel fijn, want de volle maan van 22 juni, waar we deze week dus ook mee te maken hebben, die creëert een bepaalde scherpte. En het is geen vervelende negatieve scherpte, maar die energie die zegt eigenlijk: neem je ambities serieus, wat jij nog in je leven wil doen, wat jij uit je leven wil halen. En vooral ook gericht op die plannen die iedere keer in de kast zijn blijven liggen en die nieuwe ideeën die je de afgelopen weken ontwikkeld hebt, waarvan je echt zegt, ja, daar gewoon echt de tijd voor maken, daarvoor gaan en die laserfocus erop te creëren. Dus die volle maand is best wel een pittige, maar op een positieve manier. En dat zijn eigenlijk de energetische relevante dagen deze week als je daarmee wilt werken. Ik zou daarbij gaan voor de edelstenen, behalve maansteen, wat altijd een fijne steen is bij volle maan en nieuwe maan. Zou ik deze volle maan en deze week ook kunnen kiezen voor de brekkijaspis? In mijn ogen is dat namelijk de steen van de daadkracht. En edelstenen zijn niet wetenschappelijk bewezen, is puur spiritueel energetisch omdat je het leuk vindt. En de brekkijaspis is voor mij echt de steen die zegt, doe het! Doe het, hou jezelf niet tegen, belemmer jezelf niet, doe het. Dus dat is best wel een lekkere, pittige energie die dus ook die focus helpt te versterken. Ik zou daarbij voor de geur gember gaan. Gember is sowieso een van mijn lievelingsgeuren, omdat het zo lekker verwarmend is, energetisch gezien. Maar het is ook wel een steen, of een geur die je helpt met brainstormen, je ideeën helder te krijgen. Dus ook een bepaalde scherpte in die energie, die mooi aanvullend, ondersteunend werkt op die positieve scherpte van de volle maan. En spiritueel, paranormaal gezien is het ook een geur die helpt de helderwetendheid te activeren. Dus vandaar dat dat wel de geurvoorkeur zou zijn voor deze week voor mij. Dat is even de energetische update, de energie-update. Laten we daarnaast even kijken wat de kaarten voor aanvulling hebben. En jullie weten het denk ik wel, ik gebruik orakelkaarten vooral om onze eigen intuïtie te triggeren. Als een soort van handreiking van, hey intuïtie, wat vind jij hiervan? Wat heb jij over dit woord, deze zin te zeggen? Hoe kun jij dit aanvullen? De kaarten komen weer uit de fluisteringen van de natuurorakelkaarten. Ik ben simpelweg gek op de fluisteringen serie. Dus die gaan we er ook bij pakken. En dan gaan we eens even kijken of hebben we hier nog een mooie aanvulling bij en voor. Komt één gelijk een kaartje naar voren toe, dus laten we daarmee beginnen. Dat is het kaartje vergroot je energie. En voor mij is dit kaartje een reminder om energiewerk te doen. Wat bedoel ik daar nou mee? Nou, echt gefocust op, als je met chakras werkt, op je chakras of op je aura. Maar op die ruimte om me heen, om mijn lijf heen. Dus mijn eigen cirkeltje. Dat kan je ook lichamelijk zien, mijn eigen personal space. En voor mij is het altijd als ik mijn armen uitstrek tot waar mijn vingertoppen reiken, dat is waar mijn energie het sterkste invloed heeft. Daar zit mijn energetische bubbel. En dit kaartje herinnert me eraan om bewuster met die ruimte om te gaan deze week. Waarschijnlijk, en dat haal ik hieruit, is het dus ook wel een week dat je wat geprikkelder kan zijn als iemand in die ruimte komt met een drukkende energie, omdat je daar geen ruimte voor hebt, omdat je die kant op wilt. Dat haal ik hieruit. En ook daarbij gewoon die energie vergroten is heel erg fijn voor de stappen die je wilt gaan zetten. Want ook dit proces zal waarschijnlijk hier en daar wel een valkuil met zich meebrengen. En obstakels met zich meebrengen. En uitdagingen. En als je energie nu al lekker groot is, dan kun je wat meer hebben van die valkuilen en uitdagingen. Nou, daar gaan ze op de grond. Dus moeten we even bukken. En dat kan even vervelend worden met de microfoon. Het kaartje ruim het oude op komt hierbij naar tevoren toe. En dit kaartje geeft voor mij wel aan dat we deze week te maken kunnen krijgen met een belemmerende overtuiging uit het verleden.
En waarschijnlijk, in mijn gevoel, is dat de overtuiging... Ja, maar het is me de vorige keer ook niet gelukt. Dus het lukt me nu toch ook niet. Dus we meten onze huidige kracht terug naar het verleden... terwijl we ondertussen al heel erg gegroeid zijn en ontwikkeld zijn en getransformeerd zijn... en veel verder ontwikkeld zijn. Dus we zijn niet meer waar we vroeger waren. Dus wat ons vroeger niet lukte, wil niet zeggen dat dat nu ook niet lukt... want we zijn ondertussen al een stukje verder... Dus dat kaartje herinnert ons daar ook aan. En ik denk dat het fijn is om één kaartje nog te trekken. Ze voelen niet allemaal relevant die nu op de grond vielen. Zoek de schoonheid. Dat is een kaartje wat ook bij Ruim het Oude op lag. Zoek de schoonheid als laatste kaartje voor deze week. En zoek de schoonheid... Die herinnert mij er altijd aan van oké, het is goed om gefocust te zijn. Het is goed om stappen te willen zetten. Maar pas op met prestatiedruk. Want als jij jezelf gaat pushen en vooral als je ongeduldig te snel wilt... dan ga je keuzes maken die niet zo handig zijn, die eigenlijk niet goed voor je zijn. Dus blijf wel in het hier en nu genieten van alle mooie grote en kleine dingen om je heen... En laat het doel niet je hele leven bepalen en opslokken en al je aandacht opslokken. Want er is zoveel meer om ondertussen van te genieten. En als je daar ook bij blijft, dan vul je je energiepotje weer aan. Dan vergroot je ook weer je energie. Dan blijf je lekkerder in je vel zitten. Dan zijn die obstakels overwinnen ook makkelijker. Is het oude opruimen ook makkelijker. En dan kom je er gewoon beter zonder dat je het gevoel hebt van... Hé, ik heb zoveel gemist de afgelopen tijd. Dus dat is even een reminder daarbij. Hier gaan we deze weekreading afronden. Ik wens je een prachtige mooie week toe en ik hoop dat je ideeën heel helder worden en dat je vol passie lekker aan de slag kan gaan.